My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunstbewezen des Heren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Goedemorgen, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. Mijn naam is Steven Rijmen en zoals altijd vind ik het een bijzonder voorrecht om wederom in uw huiskamer te zijn met het programma The Best Is Yet To Come. Vandaag gaan we verder met de volgende deel van praten over de eindtijd. En we hebben in ons midden Dr. Yabini en ook apostel Robbie Alhoewel. En we gaan vandaag wederom praten over waarover we vorige week gesproken hebben. Kleine evaluatie over de vorige week. En dan gaan we dan richting praten over het boek van Openbaring. En ook wat dingen die vorige week misschien een beetje duidelijker naar voren moesten komen. Willen we ook vandaag daarover praten. Ik vraag u om uw notebookjes te halen. En ready te zijn zodat zodra de mannen God zich hebben voorgesteld. Wederom voorgesteld misschien voor iemand die voor het eerst naar het programma kijkt. Dat we van start kunnen gaan. Professor Yabini, wie is professor Yabini? Goedemorgen. Goedemorgen. Eigenlijk zou ik vandaag op een andere manier me voorstellen. U mag. Spurgeon werd altijd gevraagd om zich voor te stellen en hij zegt, ik ben een zondaar gered door Gods genade. En dat meen ik echt. De Heer Jezus heeft me gered op een jonge leeftijd. Echt gehaald uit een leven waar ik op dit moment niet aan terug wil denken. En ik ben hem zeer, zeer dankbaar daarvoor. Hij heeft me toen geroepen om in zijn dienst te gaan op 22-jarige leeftijd. Ik was pas getrouwd, of net een jaar getrouwd, zijn mijn vrouw en ik in voltijdse dienst gegaan van het evangelie. En door Gods genade hebben we dat evangelie mogen verkondigen, zijn woord, in meer dan 20 landen in de afgelopen meer dan 30 jaren. En daar ben ik de Heer ontzettend dankbaar voor. Voordat we gaan naar apostel Alhoewel, u hebt een titel als professor, we hebben daarover even gesproken. Kan u zich nog herinneren wat uw proefschrift was? Oké, ik ben eigenlijk 2 keer gepromoveerd. Ik ben 1 keer gepromoveerd in bijbelwetenschap, dat is het Oude Testament. En op dat boek 1 Samuel. Eigenlijk een vergelijking van de Hebreeuwse tekst van Samuel en de Griekse vertaling ervan. En kijken waar vertalingen verschillen van elkaar. Waar de ene Nederlandse, Engelse vertaling of de Hebreeuwse tekst of de Griekse tekst gevolgd hebben. En daarna ben ik gepromoveerd in de missiologie. Eigenlijk een combinatie missiologie en bijbelvertalen. En dat proefschrift was Translation and Mission. Hè, dus bijbelvertalen en zending. In Suriname. En dan jaren later werd ik benoemd tot professor. Dus professor is een benoeming. En na jaren in de academische wereld te zijn geweest. En ook publicaties en onderzoek gedaan te hebben. Dan word je benoemd tot professor. Geweldig. Ja. We danken de Heer dat we ook professoren hebben in het evangelie. Apostel Robbie Alhoewel, u bent directeur van de Bijbelschool Heilbron. Welkom te Heilbron. Welkom terug in het programma. Voor de mensen die u niet kennen, zal ik dezelfde vraag stellen als hoe ik dat gedaan heb bij de professor. Wie is Robbie Alhoewel? Beste kijkers, ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. Blij om u weer dienstbaar te mogen zijn, straks helemaal in uw huiskamer, woningkamer. Ik ben vanaf mijn 15e heb ik mijn leven helemaal overgegeven aan de Heer. Tot heden, nooit meer teruggekeerd. Ik heb ontdekt dat Jezus Christus werkelijk de weg is, de waarheid en het leven. Ik ben getrouwd, nog steeds, met 1 vrouw.
3 kinderen, 3 lieve kinderen, een meisje, 2 jongens, Ralitza, Chesron en Elijah. Natuurlijk, als u Pastor Rijmen gevolgd heeft, heeft hij gezegd dat ik directeur ben van de Hebron Zendelingenschool. Inderdaad, maar voordat, laat me dit zeggen, ik maak deel van het leidersteam van Evangelie Centrum Suriname, afgekort ECS. En natuurlijk, die zendingsorganisatie heeft een bijbelschool waar door Gods genade waar ik leiding mag geven. Dat is die persoon zit hier, Robbie Alouel. Oké, geweldig. Hoe vonden u beiden de vorige uitzending? Hebt u reacties gehad? Zijn er dingen die u zegt dat u ook in deze uitzending een beetje breder naar wil kijken en dieper naar wil ingaan? Een korte reactie graag, heren. Wel, we hebben een beetje gesproken over de dingen die nog moeten gebeuren. Dus de opname van de gemeente, de komst van de antichrist en die dingen zouden we dan later verder willen uitdiepen. Maar ik denk op dit moment is het heel belangrijk dat we weer benadrukken dat deze gebeurtenissen te maken hebben met de terugkomst van Jezus. Want uiteindelijk daar gaat het om. Jezus komt terug. En hij heeft tekenen gegeven waaraan we kunnen zien dat zijn komst nabij is. En hij verwacht van ons ook dat we uitkijken naar zijn komst. En het is de bedoeling dat dit programma en deze studies ook de mensen erop moeten voorbereiden. Jezus komt spoedig. Geweldig. Ja, inderdaad. Ja, ik heb ook positieve reacties gehad. De mensen zijn helemaal onder de indruk van die studies. En iemand heeft me wel gezegd van zorg ervoor dat je vandaag niet timmert op die tafel. Dus ik heb die persoon beloofd dat ik vanaf vandaag zet ik mijn handen niet op die tafel. Je moet de vrucht van de geest van zelfbeheersing toepassen, broeder. Dus ik ga gehoorzamen straks. En ik wil me vooral vandaag focussen op de plaats van de gemeente in de eindtijd. Ja. Dat is heel belangrijk voor mij. Want in feite de gemeente moet in feite de eindtijd predikant, zendeling zijn in deze tijd. Om de boodschap duidelijk te maken voor de mensen. Ja, dat is wat ik geloof. Hoe is uw reactie met de huidige situatie, u beide heren? Als we nu kijken dat er video's viraal gaan nu, dat mensen gewoon op straat de heren loven en prijzen en gebedsdiensten organiseren. En ik dacht dat er ook een video viraal is gegaan waar mensen gewoon in een ziekenhuis de heer openlijk aanbaden. Dus we zouden kunnen zeggen, Hogritja Wamboom, professor. Ik heb geleerd, en eigenlijk ook uit de geschiedenis hoor, is moeilijke tijden zijn altijd die momenten waarin mensen God gaan zoeken. Eigenlijk één kerkvader uit de tweede of derde eeuw heeft het zelfs zo gezegd, dat het bloed van de martelaren is het zaad van het evangelie. Doelende erop van wanneer christenen het moeilijk hebben, wanneer mensen het moeilijk hebben, dienen ze God meer en dan blijkt dat er meer mensen tot God komen. En dat hebben we ook gehad. Laat me dat voorbeeld gebruiken. Ook hier in Suriname tijdens de Binnenlandse Oorlog. Jaren 86 en daarna. Dan merk je dat daarna het maar weinig gebied waar er zoveel gevochten is, dat er daar meer mensen tot geloof zijn gekomen dan andere delen van het land. En je merkt dat daar een sterke beweging is op gang is gekomen van het evangelie. Dus dit is een bekend verschijnsel. Oké. Okay. Robbie, heb je ook een reactie? Ja, hoe moet ik het zeggen? Kijk, net als wat de Bijbel zegt, Paulus zegt in Romeinen, de Heer doet alle dingen medewerkend ten goede. Ja. Het is heel belangrijk, net als wat professor ook zegt, in moeilijke tijden moeten wij als gelovigen nuchter zijn. Mm-hmm. En de Heer proberen te vinden in moeilijke situatie. En ik ben de Heer dankbaar dat als, bijna kan je zeggen, de verspreiding van het evangelie, bijna, dat is wat de Bijbel zegt, het moet, wanneer het evangelie in de hele wereld verkondigd wordt, dan zal het einde komen. En het lijkt alsof juist deze momenten, dat zo zeker dat het evangelie verspreid wordt, overal, internationaal. Oké,
Daar zullen we van start gaan. Ik wil met de Bijbeltekst van start gaan vandaag. We zijn al van start gegaan. Maar ik wil lezen uit Openbaring 22, vers 13. En ik wil dan mijn eerste vraag daaraan koppelen. Jezus zegt daar in Openbaring 22, vers 13. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Als Jezus dat zegt, dan vraag je af, waarom zou hij dat zeggen in het boek van Openbaring? Dat hij de Alpha is en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Eigenlijk claimt hij hier dat het allemaal om hem gaat. En waarom ik hiermee begon, professor Yabini, omdat u net ook hebt gezegd, het gaat allemaal om Jezus. En ik heb gemerkt dat mensen niet makkelijk over Jezus willen praten in deze tijd. Ook christenen in hun zangtalenten zien ze dat proberen te ontwijken. Terwijl Jezus zegt, het gaat allemaal om mij. Dat wij praten over de eindtijd en apostel Alouel heeft ook daarover gesproken, heeft betrekking op de terugkomst van Jezus. Dus kunnen we hieruit starten om te gaan in diepte daarover. Professor. Ja, dat is inderdaad zo. Hij begint met Alpha en Omega. Dus Alpha is het eerste letter van het Griekse alfabet. Eerste letter van het Griekse alfabet. En Omega, de laatste. Ja. Dus eigenlijk zegt hij, voor mij is er niets, na mij is er niets. En inderdaad is Jezus het middelpunt van al Gods plannen. Al Gods handelingen. En uiteindelijk gaat het om hem. We hebben in een vorige programma gezien dat als het gaat om het Oude Testament, dan werd er uitgekeken naar zijn komst toen. En nu in dit programma, vorige week hebben we ook gezien, dat het weer gaat erom dat we kijken naar zijn terugkomst. En uiteindelijk de Bijbel zegt dat God alle dingen zal brengen onder één hoofd. En dat is de Christus. We lezen dat in Efeze 1. En dat eigenlijk het plan van God is. Efeze 1, vers 10. Om, Efeze 1, vers 10 lezen we. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd. Dat is Christus samen te vatten of eigenlijk samen te brengen. Dus uiteindelijk, alles komt onder het gezag van Jezus. En dan natuurlijk, als wij op dit moment door zijn genade dat al hebben mogen doen, wij hebben ons gegeven aan hem, wij zeggen, u bent mijn Heer, dan zou er niets anders belangrijker voor ons moeten zijn dan hem bekend te maken en te leven tot zijn eer. Voordat we gaan naar apostel Alouel, wat is uw mening dan dat men toch probeert, ondanks alles om hem is en gaat, en aan het einde ervan wordt alles samengevat dat hij het hoofd daarvan is. Waarom zouden wij als christenen toch moeten ontwijken of verloven die naam in onze liederen? Ik heb mijn eigen mening erover, maar ik wil toch even weten hoe u dat ziet. Ik denk dat er soms onbegrip is bij het evangelie. Ik moet het zeggen dat ik merk dat christenen soms het evangelie willen gebruiken voor hun eigen doeleinden. En dan gaat het altijd mis. Uiteindelijk gaat het om Christus. En soms willen mensen kijken op welke manier kan ik zelf in de belangstelling komen te staan. Op welke manier ik meer aandacht kan krijgen. Op welke manier ik meer kan verdienen. En om dat te doen willen we die dingen die een aanstoot zouden kunnen zijn voor de mensen de buitenwereld, willen we die eruit halen. Maar weet je, het moment dat je probeert om dat wat mensen daarbuiten niet willen horen van het evangelie eruit te halen, dan heb je geen evangelie meer. In Europa heeft men dat gedaan. Toch, men probeerde het evangelie makkelijker te maken voor mensen, zodat mensen het gaan begrijpen. Haal al die wonderen van Christus eruit, want we gebeuren niet meer vandaag. Al die dingen van dat hij gestorven is, opgestaan, is onmogelijk. Wij moeten het evangelie anders gaan brengen nu. En men sprak over het ontmythologiseren van het evangelie. Moeilijk woord. Al die mythe dingen van
wonderen en zo'n mythe, haal die eruit. En bent, dat heeft men gedaan. Mag ik even ingaan? Ik go diepie. Ja. Leg moesje even dus, uit. Okay. Om mythologiseren. Dus eigenlijk wat ze doen is dat ze zeggen. Oké. De sadetaki, de tak want to san dipsa ano trusani, na anan story. Toch? Dus dat impura anan story uit de Bijbel en dat je gide ma atruleri. Maar sade bedoel nga anan story, tak Jezus dreswang brinman, tak Jezus opo Lazarus bakare, tak de san dat no kam san nooit, ano trusani. Dus impur de san dati, dat je gide sma de san sade sma gwenti. Sade sma wan jere en san sade sheep sa tide. En sa is sweet de jesi. En daardoor hebben we gezien, die kerken in Europa gaan dicht. Ze lopen leeg, er is geen kracht meer. Dus je wil een eigen evangelie brengen. En dat gaat dan misgaan. En dat zien we jammer genoeg ook al gebeuren in Suriname. Wat u zei van liederen. Soms zingen mensen, ik noem ze godloze liederen. Ze zijn niet goddeloos, maar ze zijn godloos. Oké. Ja. Apostel Robbie, moeten wij die liederen categoriseren als gewoon liefdesliederen of gospelliederen als Jezus niet erin is? Laat me deze vraag zo beantwoorden. Als je kijkt naar de titel van dat boek Openbaring. De schrijver noemt zijn eigen naam. We zien daar de openbaring van Johannes. Mm-hmm. Maar als u kijkt in... Inhoudelijk? Nee, Openbaring 1... Ja. Vers 1 is het netjes gecorrigeerd. Oké. Okay. Het is niet de openbaring van Johannes. Maar het is de openbaring van Jezus Christus. Oké. Okay. Welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Dus het gaat om Jezus Christus. Men gelooft in de Messias. Mm-hmm. Men gelooft dat de Messias gaat komen. Maar niet een ieder gelooft in Jezus als te zijn de Messias. Okay. En in dit boek wordt het duidelijk door de openbaring niet van Johannes, maar de openbaring van Jezus. Jezus komt zelf en hij openbaart zich als de Heer die zit op de troon. Hij openbaart zich als de Heer die regeert. Hij openbaart zich als de Heer voor wie elke knie zal buigen en elke tong zal getuigen. Dat Jezus Christus Heer is. Vandaar Alpha en Omega. Het begin en het einde. En u gaat zien, einde van dit alles gaat u maar één beeld zien. Eén beeld. Jezus Christus is werkelijk Heer. Dus we moeten... in feite Jezus Christus op de troon laten. Dus hem niet verloochenen. Niet verloochenen. U gelooft het of niet, want de waarheid overwint altijd. En daarom is hij ook, wordt hij ook genoemd in dit boek de overwinnaar. Ja. Hij zal de dood overwinnen. Hij heeft de dood al overwonnen. Reeds overwonnen. Hij zal de man die macht had over de dood zeker ook overwinnen. Ja. Hij zal het dodenrijk waar... de doden daar worden gelegd. Zal er niet meer zijn? Niet meer zijn. Ziet u, en een daarvan, de draak zelf, die de macht had over de dood, zal je ook overwinnen. En einde slotsom, wat u gaat zien, is Jezus Christus. Let wel, Jezus de Messias, die zit op de troon. Dus hij is de principe, Alpha en de Omega. Oké, want daar zou je gaan. In principe hebt u bijna de tweede vraag beantwoord. Mooi. Als Jezus citeert aan het einde van het boek van Openbaring. Ja. Ik ben de Alpha en de Omega. En het boek eindigt zo mooi. Okay. Het boek eindigt zo mooi. Het begint met de openbaring van Jezus Christus. En hoe eindigt dat boek? De genade van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Het moet werkelijk zo zijn. Maar misschien moet je die eerste even nemen. Uh-huh. Voor. Openbaring 22:20. Ja, hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. Kom. Dit is oproep van de bruid. Ja.
Maar einde, dat is de genade van onze Heer Jezus Christus. De volgende tekst. Zij met u allen, vers 21. Okay. Geweldig. Ja. Voor ons is dan heel belangrijk vandaag, als wij praten over de eindtijd, heren, en u kijkers en luisteraars, dat we begrijpen, zoals beide theologen dat gezegd hebben, dat het allemaal gaat om de Heere Jezus en om niemand anders. En voor ons die gelovigen zijn, of u die nog niet gelooft in Jezus Christus, maar geïnteresseerd bent in het evangelie van Jezus Christus, of vandaag zit als kijker en luisteraar, wil ik u uitnodigen om meer dan ooit te gaan bestuderen het leven van Jezus Christus. Wij merken, mannen en broeders, dat als alles draait om Jezus Christus, zien wij dat er machten, actoren, geesten, demonen, noem maar op, uiteindelijk volgt onder één naam, dat er een antichrist is. Anti-theologie, anti-bewegingen, die in feite zeggen, Jezus bestaat niet en de Bijbel noemt ons, of geeft ons een hint dat dat allemaal vervolmaakt wordt in het beeld van één persoon. Dus als je Christus hebt, zal je antichrist hebben. Een van de dingen die we vandaag ook willen behandelen. Professor Yabini, Paulus praat over de antichrist. En we leven in de eindtijd, we weten dat Jezus binnen heel spoedig komt. Wie is die antichrist eigenlijk? Kan u daarop ingaan en dan kan... Zeker weten. Je verwees naar Paulus. Dan ga ik naar 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. Daar wordt er dan gesproken over de antichrist. Hoewel Paulus dat woord antichrist niet gebruikt, dat doet Johannes. Ja, Johannes. Is de beschrijving van Paulus van die aard dat we weten... Welke tekst? 2 Thessalonicenzen 2. Laten we vanaf vers 1 beginnen te lezen. Okay. Ik begin bij vers 1 te lezen. En dan zien we daar 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Maar wij verzoeken u, broeders en zusters, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Dus hier worden de gelovigen erop gewezen van die dag van de Heren, waarop dan het oordeel van God zal komen over de mensen, is er nog niet, want, zegt hij vers 3, laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook, want eerst moet de afval komen. De afval, daar gaat het hier niet gewoon om mensen die christenen zijn en afgevallen zijn. Maar het gaat om de afval, om werkelijk niks meer te maken willen hebben met dat wat christen betekenen. En het is dus niet van een enkeling, maar het is de dus een grote afval. Een grote afval. Grote afval. En, zegt hij, vers 3... En de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs. Dus dit is dan die mens der wetteloosheid, die ook de antichrist wordt genoemd. En wat bedoeld wordt hier is, een mens die gekarakteriseerd wordt door wetteloosheid. Dus wat deze persoon doet, is wetteloos. Hij heeft niks te maken met wet, hij houdt zich niet aan wetten, hij houdt zich aan niks. En nog meer, vers 4. Hij is de tegenstander die zich verheft tegen al wat God op voorwerp van verering heet. Dus hij moet niks van God hebben. En hij zet zich in de tempel om te laten zien dat hij een God is. Dus hij wil niks van God hebben. Hij wil zelf die plaats innemen. Dus dit is wat Paulus dan aangeeft van hem. Ik denk dat het goed is als dat ik dat hierbij laat. Ik kom terug bij u. Ja. Want laat me eerst luisteren wat apostel Alouel Robbie heeft. Ik sta volledig achter de professor. En dat wat hij ook eerder zei. Johannes. Ja, waarvan apostel Johannes precies? Die praat. Johannes, voor de kijkers. Ja, Johannes 2 vers 18. In Johannes. Ja, in Johannes. In Johannes 2 vers 18. In Johannes 2 vers 18.
Maar dat is even een statement dat ik wil maken. Maar we gaan even straks... Laten we toch lezen voor de kijkers. Zodat de mensen die aantekeningen maken, dat ook zien. Ja, en daar staat waar Johannes praat over. Johannes 2, 18. In Johannes 2, vers 18. Ja, en... Gaat u gaan? Ja. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan. Hier praat hij over dat er een antichrist komt. Ja. En als we lezen in Openbaring 13, dezezelfde Johannes, dus hij heeft die brief Johannes geschreven. Ja. En dit boek, Openbaring 13, vers. Vanaf vers 1. Oké, vanaf vers 1, Openbaring 13, vers 1. Citeert hij, praat hij hier over een beest. Ja. En dit beest, als het ware, symboliseert deze antichrist. Mm-hmm. Het staat over Openbaring 13, vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens. Mm-hmm. En 7 koppen. Je hebt 7 koppen. Dus ik wil alleen het hebben over, gewoon over het beest. Okay, antichrist. Dus, ja. Okay. Dus in feite, we weten dat we de Bijbel ook praat over de grote verdrukking die gaat komen. Het is toekomst, aanstaande. Yeah. En als het ware, het lijkt alsof deze antichrist tegen Christus, hij zal dan tijdens die periode zich lijfelijk op de aarde manifesteren, openbaren. Okay. Als te zijn een politieke macht die alles goddeloos negatief zal beïnvloeden. En dat was de apostel aan zei in die tekst die hij eerder had gelezen. 2 Thessalonicenzen 7 vers 8 hadden we al gelezen. Hij is de mens der wetteloosheid. Hij is de zoon des verderfs. Hij is de tegenstander. Hij gaat Christus willen naapen. Dat is eigenlijk zijn hoofddoel. Zijn hoofddoel om zogenaamd te zijn de Messias. Mm-hmm. En hij zal zich later ook zetten in de tempel van de Joden, zogenaamd God, God kleinletter, en gedirigeerd, geproduceerd door zijn eigen valse profeet, toch? Dat zien we in, als je Openbaring 13 vers 11 lezen, praat daarover een ander beest, opkomen maar nu uit de aarde. Dus Openbaring 13, 11. 11, dezelfde, maar hier praat over een valse profeet. Ja. En het woord profeet... Misschien kunnen we het even lezen voor de kijkers. Openbaring 13 vers 11. Ja. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En had 2 horens als die van het lam. Ziet u? Als die van het lam. Het lam hier, toch, is Christus. Maar wil, als het ware, Jezus Christus naapen. Maar dit beest, of deze valse profeet... Je ziet, het staat valse, profeet. Ja. Het woord profeet wil als het ware aangeven dat deze persoon een geestelijke aspect zal... Maar waar staat valse profeet? Ik zie dat niet. Oh. Dus misschien kunnen we de tekst helemaal lezen, zodat de mensen die kijken dat goed begrijpen. Ik weet dat u het interpreteert, okay, maar het staat er niet. Dus misschien kunnen we het nog een keer lezen. 13, 12. En ik zag, 13, 11. Ja. En ik zag een ander beest opkomen. Openbaring 13, 11. Ja, ik zag een ander beest opkomen. Uit de aarde. Uit de aarde. En het had 2 horens als die van het lam. En het sprak als een draak. Ja. Als de draak. En het oefen als macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijk wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat hetzelfde vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde, en aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op aarde wonen, wegens de tekenen van die hem gegeven zijn, te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is.
En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen die kleine en grote, de rijken en armen, de vrije en slaven, en merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat iemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van de naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, bereken het getal van het beest. Want het getal van een mens en zijn getal 666. Laat me een vraag stellen voordat u verder gaat. Ja. Als we dit lezen, dan is de vraag die ik wil stellen. En professor, u kan het antwoorden en dan kan Robbie doorgaan. Apostel Robbie. Hebben we te maken met één persoon? Of is het een politiek systeem of een politieke macht? Of is het beide tegelijkertijd? Dat is de eerste vraag. En ik vraag dat beide heren erop ingaan. En de tweede vraag. Heeft dit nog niet al plaatsgevonden gedeeltelijk? Want u bent bijbelhistoricus, weet ik ook. Heeft het al plaatsgevonden? Heeft er al iemand gezeten in de tempel van de Joden? Of is dit echt puur gericht naar de toekomst? Ik hoop niet dat het een moeilijke vraag is. Ja, het is een mooie vraag. Laten we beginnen met dat tweede deel. En dan laat ik dat eerste deel voor broeder Robbie. Maar ik wil uw mening ook over. Ja, oh, ja, graag. Dus er is namelijk in de oudheid, dus de periode voor Christus, is er iemand geweest. Hij heette Antiochus Epiphanes. En eigenlijk Epiphanes betekent eigenlijk een lichtbrenger. En hij heeft zich toen in de tempel van de Joden, heeft hij een varken, ik noem dat een varken, een zwijn of wat het was, heeft hij geofferd, waardoor hij de tempel had ontwijd. Dus de Joden wisten al dat er zo iemand is geweest die dat heeft gedaan. Hè? Okay. En de antichrist, die persoon zou je als een beeld kunnen zien van de antichrist, die dan in de eindtijd daar nu zelf in de tempel gaat zitten en het ook weer verontreinigen. En de sideline, hè. En ze noemden hem Epiphanes, dus een lichtbrenger. Maar daar hebben de Joden een woordspeling van gemaakt in het Grieks. En daar noemen ze in plaats van Epiphanes, Epimenes. En Epimenes betekent de gekke. Okay. Dus in plaats van Antiochus de lichtbrenger, is hij Antiochus de gekke. Hè, maar het is inderdaad eerder in de geschiedenis gebeurd toen. Maar wat we hier hebben gezien in 2 Thessalonicenzen en Openbaring is toekomst. Dus dat is, het is niet een verwijzing. Is het al in werking? Het is nog niet in vervulling gegaan. Of het al in werking is. Zien we al symptomen ervan, signalen ervan? Oh, sowieso. Je ziet al dingen gebeuren die waarop gewezen wordt. Ik denk dat we straks dieper erop kunnen ingaan. Dus die tekenen signaal, eigenlijk het vers dat broeder Alouel eerder had gelezen, maakte dat duidelijk. De antichrist komt, maar er zijn al vele antichristen. Dus we zien al de voorlopers en de voorboden die dan aanwijzen van wat de Bijbel gezegd heeft, gaat gebeuren. Het komt. Laat me dit ook zeggen, vooral waar er specifiek wordt genoemd, de valse profeet, die naam van dat beest, dat tweede beest, in Openbaring 19. Ja. En daar zie je die drie kwade machten met als hoofd de draak. Vers 19, 20. Openbaring 19, vers 19, 20. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs. Hier zie je
van de drie hoofdmachten. Tot bijna kan je zeggen, de drie antichristelijke, antichristelijke drie eenheid. Ja. Kan je zeggen, puur na apparij van God, de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus je ziet wel wat de Bijbel ook zegt en de professor ook. Je ziet heel wat indrukken, activiteiten die gedaan worden in de wereld. Toch waar we kunnen zeggen van, hé, ze zijn bezig, maar nog niet lijfelijk, ja. Nog niet zichtbaar. Dus. Ja, maar het is op komst. Het is, we moeten ons klaarmaken. Pas in tijdens de grote verdrukking gaat dit zichtbaarder worden. Mag ik daarop ook nog inspelen en dan ook teruggaan op 2 Thessalonicenzen en dan de eerste vraag ook meenemen? Dus weer terug naar 2 Thessalonicenzen 2, waar we gelezen hebben over vers 3. Laat niemand u misleiden. 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid. Dat was de eerste vraag. Hè? Ja. Het gaat om een mens die gaat komen. Ja. Het is aan het einde dus gaat het om de mens. Maar ja. Nu zien we systemen. Dus en eigenlijk machten die zich niet eigenlijk de weg voorbereiden voor de mens. Klopt. En ik denk dat ik dan aansluit bij wat apostel Aluel heeft gezegd. Die goddelijke drie-eenheid van de eindtijd. Die goddelijke antichristelijke drie-eenheid van de eindtijd is bezig. En die werkt door mensen. Dus hier merk je, een van ze zal dan later optreden. Maar hij kan nog niet ten volle optreden. Dus daarom ben ik nu teruggegaan hier. We lezen in vers 5, 2 Thessalonicenzen nog steeds. Hij wordt tegengehouden. Vers 5. 2 Thessalonicenzen 2, vers 5. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Dus hij is nog niet geopenbaard ten volle, omdat hij weerhouden wordt. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Ja. We zien het steeds wettelozer worden en het is maar niks. In een andere studie gisteren sprak ik over Romeinen 1, waar je merkt hoe verschrikkelijk goddeloos de wereld toen al was. Ja. En hoe het ook in onze tijd zal zijn en nog erger. Dat geheimenis werkt al. Mm-hmm. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weer houdt, verwijderd is. Dus er komt een moment waarbij er iets en iemand die dat wetteloze tegenhouden, verwijderd zullen worden, uit de weg zullen gaan. En dan zal de wetteloze zich ten volle openbaren. Er zijn heel veel benaderingen. En een van de benaderingen is dat men praat over het feit dat het weerhouden wordt. Eén, omdat Jezus dan eerst de gemeente moet opnemen. En wanneer de Heer Jezus de gemeente heeft opgenomen, dat er dan die wetteloosheid, de man der wetteloosheid zich volledig gaat openbaren. Maar voordat u daarop ingaat, laat mij een vraag stellen. Omdat die moesje naar de sma, zang, nog de zo kan de geschoold in de Bijbel. Kan daar zijn niet, ik op tien toemsi diepie. Dus wat ik heb je even rustig. We hebben nog een andere aflevering of andere afleveringen die we moeten maken. Dus laten we even onze tijd nemen. En als het moet, dan moeten we dan andere mensen erbij halen, bij wijze van praten. Maar als men kijkt naar de computer en als men kijkt naar de huidige situatie nu, waarbij in feite verschillende landen, en zeker met de COVID-situatie, eigenlijk erop hameren dat mensen, wat we net gelezen hebben, dat merkteken dat niemand kopen kan. En niemand kan verkopen, merkteken op je rechterhoofd en op je voorhoofd en je rechterhand. En wij zien de technologie en nu al is bekend, u en ik met onze telefoon, Pinpas? Nee, dat we gewoon... Mopé? Niet alleen mopé, dat wij met onze vinger... Fingerprints. Ja. Amigado, een fingerprint. Dat kan ik niet even op het woord. Al dingen gedaan kunnen worden bij grote
landen zelf is met je oog, kan je alleen in. Hoe ziet u dat? Want de vraag die men nu stelt, dat als ik als christen nu een van deze dingen moet zetten, het is misschien nog niet de tijd echt van de antichrist, maar werk het niet mee aan. Professor Robbie, helpt u mij even. Jip, moest je even. Moest je hem tik in pin passen of moest je hem taïna oude? Moest je hem go potwa saïne anu jons lef de ma eis? Loko, sa moest je sabi. Zeker de antichrist ook kom. Ja. Dat bij uno mank mopo. Wan san san de zeker. De wan san dena in masra. Dat de worden verzegeld. Dat de op kibri, dat op kibri de wan dat. En later, ik weet niet, maar het is altijd goed ook om later te praten over de plaats van de gemeente. Wat we nu moeten doen. Dus voor die antwoord op een vraag, juist minang aan jullie denk ik, wie moest ik gebruik voor in Sandisi, dat van positief was. Een woord heb ik bij antichrist, en de Bijbel praat ook over, Johannes praat ook over antichristenen. Vergeet niet wat alleen antichrist, maar antichristenen. De antichristenen dekbaar. Dat Johannes zegt in het denkvang, de antichristenen, die niet geloven in Jezus Christus als persoon. Toch? Die niet bribi. En wat het teken je ziet, maar zijn niet bribi. Spotters, maar zijn niet grap. En dingen die komen, je ziet dat een vijand, geloof ik, antichrist, ook gebruikt de samdisi. De feit dat je, want if you look at no, de meeste streepjes, codes, etiketten, de in combinatie van 6 cijfers. Okay. Een merkteken. Adibri. 666. If you look at all the meeste. Maar dat wil niet zeggen dat je nog kan buy. Yeah. In dat ding wat we lezen, wanneer, je had het ook gezegd, de Bijbel praat over P. Dit is de verplicht voor ding. Naar de Anu of naar de Ede. Wat die lezen zo net. Ja, klopt. Dus daarom is actie. Naar de Ede, je ziet dat later, je worden in jouw hersen, je denken, ga je beïnvloed worden. Of je handel, wandel. Je wordt beïnvloed. Dus daarom om de voorzichtig. Maar wat belangrijk is, Sammy, wat merk ook toe in een behandeling. Sorry dat ik het zo, maar ik moet het toch aankaarten. In Openbaring 13. Vergeet het, dit is nog een belangrijk tekst. Vers 13 en 18. Openbaring 13, 18? Ja, nog een belangrijk tekst. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, bereken het getal van het beest. Want het is getal van een mens. En zijn getal is 666. Maar wat Johannes hier zegt, hij geeft een ching heen voor de voorzichtig. En met wijsheid en verstand in deze moeilijke tijden omgaan. Met wijsheid en verstand. Het gaat om wie wijsheid heeft en verstand. Dus wie dan heb je gebruikt, vertrouwen op wijsheid en een verstand wie van ons Libi naar in de moeilijke tijden. Maar realiteit is dat dat me vind wel dat de Bijbel dit duidelijk dat deze tekenen wel geplaatst zullen worden als merkteken en in je hand. Dus niet alleen handel en wandel, maar me denk je dat die dit lijfelijke dingen zijn die men probeert te zetten. En in Amerika en in andere landen, ik dacht in Denemarken is het zelf al verplicht gesteld dat mensen een chip moeten zetten om te kunnen kopen en om niet en te verkopen, zodat men alle gegevens, de maaifringen om het mond van gezondheid. En wij komen sowieso straks op de plaats om te kijken wat de plaats is van de gemeente in deze tijd. Maar ik denk dat het toch goed is dat wij als mannen gods de mensen wel erop attenderen als die tijd zou moeten aanbreken, ook in Suriname. Want de Bijbel zegt dat zij die tekenen hebben en de dingen dat ze niet gered zijn. Verder in de tekst. Maar professor. Ja, ik ben het helemaal eens met apostel Alouel, wat hij heeft aangegeven en u ook. Het gaat komen, sowieso. Ja. Maar tegelijkertijd mogen we als christenen ook niet in angst leven. Absoluut niet. En alles afwijzen. Ik, ik,
Eigenlijk wil ik ook een waarschuwing naar de christenen toe, hoor. We moeten niet paniekerig zijn. Het gaat niet om die dingen. Het gaat om Christus die terug gaat komen. En als volgelingen van hem zijn we met hem verbonden. Ja. Dus wij moeten niet angst leven voor de antichrist die komt. Maar in die blijde verwachting van Christus die ons komt halen. Weet je, ik gebruik deze voorbeelden vaak. Toen men de radio had uitgevonden. Wat zei men? Het was men heeft de wereld in de huiskamer gebracht. Dus de radio mag niet gebruikt worden. Ja, ja. De kerk zei dat? Ja. Televisie, okay. Televisie was die kijkdoos uit de hel. Okay. Ja toch, hoe kan je dat gebruiken? Dus altijd zijn er christenen geweest die met dit soort reacties eigenlijk paniek zaaien. Internet was ook niet te gebruiken. Ja. WhatsApp? Verschrikkelijk. Facebook nooit. Dus bepaalde maatschappijen zijn met tegen om ga Facebook. No, de maatschappijen live streamen. De verslaafd voor feesten. Oh, de mij live streamen. Okay. Dus op een gegeven moment is het belangrijk dat we weten dat de vijand ook de dingen gaat gebruiken. De duivel is een naaper. Al die goede dingen die God geeft, die in bood zijn na. Hij misbruikt ze, hij gebruikt ze ook voor zijn eigen agenda. Maar dat wil niet zeggen dat we als Gods kinderen in angst moeten leven. Helemaal. Dus dat zou mijn ding zijn. Heel belangrijk. Is Christus Jezus en niet Antichrist. Heel belangrijk. Ik denk dat we dit gedeelte kunnen afsluiten. Misschien kunnen we nog even het boek Openbaring, voordat we dit gedeelte afsluiten, kunnen we even die schrijver belichten. Want dat zijn we, hebben we even erbuiten gelaten. En mijn vraag aan het einde van dit gedeelte of dit programma, en dan gaan we dan verder met de plaats van de gemeente, is wie was Johannes de apostel en hoe heeft hij die openbaring gehad? En misschien kan een van u ook zeggen, duidelijk voor de moesje, de mij, de mensen die misschien niet theologisch zijn aangelegd, wat is een openbaring? Wie begint, Robbie of professor Robbie? Laat me zo zeggen, openbaring, het boek Openbaring, de schrijver Johannes, is een van de 12 apostelen. Ja. En hij heeft ook de 3 brieven, 1, 2, 3 Johannes geschreven. En hij heeft ook het evangelie, het boek Evangelie naar Johannes, heeft hij ook geschreven. En om het evangelie, om Christus Jezus, het werk van Jezus Christus, als ware getuige van Christus. Nakatabra, zelfbeheersing, broeder. Dus als predikant soms, toch, je wil goeien preken, benadrukking. Ja. Toch, als ware overtuigende predikant van Jezus Christus, toch, is hij verbannen geweest te Patmos. Tegenwoordig zouden we zeggen, als ik me niet vergis, tegenwoordig Turkije. Gebied in Turkije. Ja. En ik moet in alle voorzichtigheid zeggen, als hij nu zou kijken naar Turkije, zou hij zich zeker tranen. Want wat deze mannen gedaan hebben, vroeger met het evangelie in Klein-Azië, en vandaag als je moet kijken wat Turkije vandaag is, dat is zo tranen. Maar deze Johannes. Het zaad is gezaaid. Wat zei je? Het zaad is gezaaid. Yes, het zaad is gezaaid. Maar wat is het laat nu? Ja. Wat is het nu? En in die tijd. Mag ik even tussendoor iets zeggen? Klopt. Ik denk dat het is een heel belangrijk ding. Maar dat waarop je steeds benadrukt van de plaats van de gemeente. Ik denk dat dat ook ermee te maken heeft. Ja, de Heer heeft ze gezegd: bekeer je. Anders zal ik je kandelaar van zijn plaats wegnemen. Klopt. En wanneer die bekering niet plaatsvindt, dan neemt de Heer die kandelaar weg. Ja. Dat wil zeggen, je licht die je zou moeten zijn in die gemeenschap, is er niet meer. Ja. Dus dat licht van de gemeente, dat er zou moeten zijn daar, is er niet meer. Ja. Dus in zekere zin is het van wat de Heer ze voor had gewaarschuwd, is gebeurd. Maar goed, ga je... Nee, maar het is heel goed. Heel mooi, heel mooi. Dus Johannes leefde in een zeer moeilijke tijd, toentertijd, dat was de Romeinse overheersing. Ja. Toch, en waar keizer, cultus, keizerverering hoog was, toch? Keizer werd gezien als God.
Ja. Begrijpt u? En het was moeilijk in die tijd. Dus hij was bijna antichrist voor die tijd? Bijna. Ja. Bijna kan je zeggen, ja. En je kan zeggen, heel wat ontoelaatbare dingen. Die kwamen in de gemeente, er werd een compromis gesloten. Bijna kan je niet meer het onderscheid maken van wat is gemeente en wat is geen gemeente. Merkwaardig. Ga je voorstellen, als je goed leest, de Heere roept de gemeente om zich te bekeren. Terwijl in openbaring. In openbaring. Terwijl de gemeente de boodschap van bekering moet verkondigen. Ja. Dus Johannes was op Patmos verbannen om het evangelie. Johannes, de apostel des Heren. Misschien wilt u ook ingaan en de kijkers en luisteraars even uitleggen wat een openbaring is. Hij heeft al gesproken over Johannes. En het thema van Johannes was bekering. Niet eens naar... Dus het hele boek openbaring is niet eens gericht naar de mensen die God niet kennen. Maar het was gericht om ons tot bekering te roepen als de gemeente. Ik denk dat we dit boek helemaal moeten behandelen in deze tijd. Want heel veel van ons, denk ik, hebben een oproep nodig tot bekering op bepaalde gebieden. Ja. Maar gaat u gaan. Wat is een openbaring? Ja, dus een openbaring, dus eigenlijk theelooking, is een Grieks woord. En het wil eigenlijk zeggen, dus wasan sabetapu, dat je op een kaak kreeg. Oké. Dus dat wasan sanobedefshi. Je chaka kring nou. Het is een onthulling. Het is, je maakt iets open dat vroeger niet te zien was. Dus eigenlijk een openbaring. Na Masra Jezus nou e chakon giwina kring sanif in sawino ben sabi. Oké. Dus we shisan jaso san nobe de kring fosi nou ai chare ka kring. Ik denk apisere be fr. Een Grieks woord. Ja. Apocalypsis. Ja. Betekent onthulling. Ja. Masra chakon nou na doro sang. Bekibri. Ja. Ja, ik ben door. Sorry. Ja. Ja, dus eigenlijk, ik denk, als je dit bij vertalen, boeken die in Serena Tonga, dat we het aan brengen, dat we af de taal dat daar een akakring. Akakring. Ja, in plaats van openbaring zeggen we akakring. Oké. Ja. Dus dat is eigenlijk die openbaring. Iets dat niet bekend was, iets dat verborgen was, wordt nu opengemaakt. En het punt is, het boek is nu openbaar. Maar. Dus het is niet meer een geheimzinnige boek. Ondanks het feit dat ze mij ja boek. No, je kan gooien naar boek. Het is niet de verhulling van Johannes. Dus het is de openbaring, de onthulling van Johannes. Akakring. Maar hoe komt het dat weinig mensen zich gaan verdiepen in het boek van openbaring? Weinig mensen? Zich verdiepen in het boek van openbaring. Niet verdiepen. Zich niet verdiepen. Om eerlijk te zijn. Hebben wij daarvoor gezorgd? Als predikanten praten wij te weinig over openbaring. Het boek is moeilijk. Trouwens, eerlijk gezegd, de Bijbel, je hebt als het ware Godgeest nodig. Trouwens, Petrus zegt het ook. Vooral wanneer hij die boeken van... Die Paulus van lees. Paulus. Toch, wanneer hij daar over die boeken van Paulus praat, zegt hij, hier en daar heb je wat moeilijke dingen. Toch? En precies zo moet je het ook zien. Wat we hier doen, wij proberen als het ware een beeld te schetsen wat het eigenlijk is. Maar toch blijft het een moeilijk boek. En omdat het niet duidelijk, alles duidelijk is voor mensen, dan maakt het hier interessant om het te gaan lezen. En mannen gods, vrouwen gods, geroepenen, we moeten ons geroepen voelen om ons erin te gaan verdiepen. Want dit, laat me een tekst geven. In hetzelfde boek staat geschreven, Openbaring 1 vers 3. Openbaring 1 vers 3? Ja. Gaat u gang. Dus het boek wordt niet alleen openbaring genoemd, maar het wordt ook genoemd zalig hij die voorleest. En zij die horen de woorden der profetie. Mm-hmm. Het boek wordt ook hier genoemd woorden der profetie. Profetie. Mm-hmm. Toch, het heeft ook een profetisch karakter. Ja. Met andere woorden, het brengt je naar de toekomst van Jezus. De toekomst waar Jezus ons leidt. Mm-hmm. Als het aan Gods volk moet profetisch zijn. Het openbaart ons dat de dingen die voor de toekomst die gaan gebeuren. En ook dingen die reeds gebeurd zijn. Reeds gebeurd zijn. Oké, want dat moet duidelijk zijn. Dat het een boek is die
richting geeft voor de toekomst, maar ook ons terugbrengt. Ja, en andere medaille van waarom het woord, waar het ook daar geschreven, de woorden der profetie, ja. Die weldra. En het staat geschreven, want de tijd is nabij. Bij de tijd is nabij. En we hebben allemaal meer dan ooit een openbaring nodig van onze God. Ik denk dat we deze aflevering gaan besluiten. En de volgende week door zullen gaan met de volgende aflevering. En ik wil u vragen vandaag om met ons af te sluiten met gebed. Vader, we zeggen u dank, Heer, voor wie u bent. Het werk, Heer, is niet van ons. Wat wij doen, Heer, het is uw werk. En wij moeten u volgen. Machtige Vader, door uw geest vragen wij om ons te helpen. Om dit boek, Heer, te begrijpen, te verstaan. Zodat uw kijkers, uw volk, ja, dat ze kunnen begrijpen wat uw plan in feite is. Wat u in petto geeft, Vader. Uw toekomstperspectief, de richting waar u gaat met uw wereld. Vader, de richting waar u gaat, Heer, met wat u geschapen heeft, o mijn God. We danken u, o mijn God, Vader, voor deze dag. En leid ons verder, Heer. Zegen ons land, zegen de regering en zegen ieder, Heer. Yes, dit is wat ik u vraag, in Jezus' naam. Amen. 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 Kijkers, wij groeten u vanuit deze plaats en zien u volgende week terug. God bless. Give me oli, in me lampu, meka bro. Give me oli, in me lampu, masra meka bro. Give me oli, in me lampu, meka bro. Meka bro, meka bro, Jesus God. Give me oli.